is Anne Lommers. Ik werk 5 jaar voor de Efteling als managementassistent facilitaire zaken. En eigenlijk sinds het idee van het Loonse Land betrokken bij het project. Het Loonse Land is eigenlijk een heel groot natuurgebied, waarvan wij een klein stuk gaan verbouwen met recreatieverblijven. Het belangrijkste van het Loonse Land is natuurlijk de natuur en dat komt ook terug in de thematiek. Van het Loonse Land, dichter bij de natuur kun je niet komen. En de dieren leven onder, op en boven de grond. En dat komt ook terug in de hutten die je op de achtergrond ziet en in het hotel. Op het Loonse Land vind je een hotel met 400 bedden. En er komen hutjes voor 600 bedden in totaal. En daar is het verschil in de thematiek met onder de grond, op de grond en boven de grond. Typerend voor het type onder de grond is dat er vegetatiedaken op de hutten zal zijn. Dus bijvoorbeeld in het duinlandschap en in het heidelandschap. Daar vind je ook de vegetatie uit die gebieden weer op de daken terug. Waarbij gesuggereerd wordt dat de woningen echt helemaal onder de grond liggen. Ze liggen ook echt wat lager, maar niet helemaal onder de grond. Overal is ook wel weer rekening gehouden met de veiligheid, zodat kinderen niet zomaar op het dak kunnen gaan spelen. Op de grond is eigenlijk vrijwel hetzelfde hutje als onder de grond, maar die zal op de grond staan. De dakbedekking zal daar ook weer anders zijn. En die staan voornamelijk in het bosgebied. Een laatste type is boven de grond. Die woningen komen op palen te staan. Die komen bij de waterplassen te staan in het duingebied en ook in het bosgebied waar echte boshutjes zullen komen. Dat zijn dus de speciale themakamers waar geen keuken in zal zitten. En de gasten maken daarvan gebruik van de faciliteiten in het hotel. En die staan dus echt op palen, dus daar zal echt met een laddertje naar boven geklommen moeten worden. En het is gewoon net wat anders als de andere hutten. In het hotel krijgen we 2 verschillende type kamers. Dat is voor 4 en 5 persoons en voor de 6 persoons. In de 4 persoons hebben wij met onze ontwerpafdeling een heel mooi bed gecreëerd. Met 3 boxsprings aan de benedenkant en nog 2 aan de bovenkant. En de 6 persoons die hebben ongeveer hetzelfde principe, maar nog met een apart kamertje erbij. En die ruimtes zullen gescheiden worden door een gordijn in plaats van een deur. De Efteling richt zich sowieso heel erg natuurlijk op kinderen. Die zijn het belangrijkste middelpunt en dat willen we ook terug laten komen in het Loonse Land. Passend bij de thematiek van het Loonse Land is avontuurlijk spelen. En dat ga je ook terugvinden dadelijk in het Loonse Land. En het leuke daarbij is, we leggen een aantal vennen aan in de verschillende gebieden. En daarbij komen speelobjecten en voornamelijk is het heel erg leuk om een pad over het water heen te maken wat lekker wiebelt en dat kindjes daar overheen kunnen lopen. En de kans vrij groot is dat ze natte voeten gaan halen. Wij verwachten medio 2017 open te gaan en sowieso voor de zomer.